Oké, zullen we anders even naar de winkel hier tegenover om andere kleding te halen? Misschien, hè? Misschien, wij moeten in onze originele kleren. Ja, dat klinkt goed, ja. Jij snapt, ik doe weer, het is tijd. Ik doe feest van mijn vader weer aan. Ja, dat je die überhaupt hebt afgedaan, vond ik ook al een gekkie. Ja, klopt. Kom, het is tijd. Maar misschien, we moeten ook naar kapper om gewoon alles hetzelfde. Ja. Maar ik kijk wel even op de map waar er een zit. Is goed. Ten noorden zit een kapper. Misschien dat we daar als eerst heen kunnen. Zullen we met één auto of twee? Ja, ik stap wel bij jou in. Is goed. Wat is die auto hier daar? Zal dat die in het don zijn, denk je? Zal ik even kijken? Ja, kijk maar even. Hallo jongens. Hoe is het? Hallo. Goedendag. Oh, hallo. Welkom in mijn winkel, Jordaanse Mammoet. Als je wil... binnen is mooi. Wat is het dit? 15 euro voor een watermeloen. Sorry meneer, is het niet goed? Is het duur? Ik ga verkopen mijn watermeloen voor 8 euro. 8 euro meneer, maar dit is een beetje ver van de stad. Ik moet wel een klein beetje meer winst maken als je begrijpt. Wat is jouw, als ik van vragen, wat is jouw naam? Welke auto is er van jou? Mijn naam is Donna Tagliano. Welke auto is er van jou? Wacht even meneer, wacht. Cor! Ja, ik hoor het. Cor, dit is hem, Cor. Ja. Jij moet het woord doen. Sorry meneer. Welke auto is er van jou? Die BMW is van mij. Laten we maar kijken. Ik zie, jij hebt niet te veel geld, anders rij je niet zo'n auto. Klopt, maar meneer, als je wil, ik wil graag... Ik koop alle meloen. Ik wens je nog heel veel plezier. Meneer Don, sorry. Goedendag, wat is er? Ik heb haast, je moet opschieten. Ja, ik wil graag praten over problemen in het verleden. Wij hebben gehad met Frank. Ik wil graag één afspraak maken met u, alsjeblieft. Ik zie nu niet netjes uit en hij ziet ook niet netjes uit, maar wij willen graag opnieuw met u praten. Dit is misschien de enige keer, ik kom u tegen in mijn leven. Wacht even. Wat voor schoenen heb jij aan, idioot? Zijn schoen? Precies. Ja, niet opletten. Zijn schoen ziet uit als croissant. Hij is bakker. Ja, ik ben bakker. Heel bijzonder. Ja, klopt. Hij is wel trots op zijn schoen. Dus als jij vindt mooi, hij mag wel dragen, toch? Misschien. Maar wat bedoel je met de franken? Hoezo heb jij problemen met de franken? Sorry meneer, ik wil graag. Ik ben niet goed vandaag mooi gekleed voor. Kunnen wij misschien afspraak maken voor binnenkort? Alsjeblieft. Wacht even, wat zei je net hoe jouw winkel heette? Mijn winkel heet. Staat daar. Jordaanse Mammoet. Mammoet. Die naam komt mij heel bekend tevoren. Ja, mijn naam is Mahmoud. Ik heb heel veel, er is heel veel gebeurd tussen mij dit is en... Dit is heel toevallig. Mahmoud, loop maar even met mij mee naar binnen. Alleen ik? Volgens mij markeert het je niet aan je oren.
Cor. Oh jezus, wat gaan ze nou doen? Maar waarom hierachter, als ik vragen mag? Is dat niet. Niet verbo. Ja, klopt, oké. Okay. Kut, hij gaat aan de deur staan. Zet hem maar alsjeblieft niet dood, zet hem maar alsjeblieft niet dood. Oh, kut, ik kan niks. Ja, ik snap. Nou, Klopt. Ik zeg, ik kan alles. Hij heeft niks in de winkel, joh. Meneer, het gaat... Ik kan geen subtiel zijn. Het gaat over niks eigenlijk, ik weet ook het niet. Ik kan het hele verhaal uitleggen als je wil, maar het is wel een beetje lang. Misschien korte versie. Geef mij een hele korte versie. Oké, ik was goed met Frank, heel goed. Meneer Bout, zijn naam is Cor. Niet de hele tijd ik vind irritant. Gewoon het directe, zeggen wat er gezegd moet worden. Ik, Frank, ontmoet met Cor samen, wij willen witwassen. Leren van Frank, wij komen Frank tegen, Frank zegt achternaam Tagliano, Cor zegt Taglitano, zegt achternaam fout, Frank zegt, wat zeg jij mijn achternaam? Hij steekt Cor dood. Oh sorry, steekt Cor neer, Cor zegt tegen politie, hij heeft mij neergestoken. Wij gaan weg met politie, daarna wij rennen weg, wij komen op vliegveld, wij proberen nog steeds onderduiken, Frank zoekt ons. Frank vindt mij, ik zeg tegen Frank, sorry, schiet mij niet dood op vliegveld. Ik zit op mijn knie, hij wil mij doodschieten, daarna... Hij wil mij doodschieten, maar hij zegt voor de laatste keer, hij scheldt mij uit. Hij zegt sorry, even een stapje terug. Hij zegt tegen mij, als jij brengt niet Cor naar mij, ik schiet jou dood. Terwijl ik was goed met Frank. Toen ik heb iets gezegd waar ik niet zo trots op ben, sorry. En toen op vliegveld, hij wilde mij doodschieten, ik was aan het huilen en toen ik dacht, ik heb hem aangereden toen. Hij wilde mij doodschieten. Mag ik zeggen Don of moet ik zeggen meneer Tagliano? Je zegt het Don Tagliano. Don Tagliano. Ik weet ook niet meer. Ik ben helemaal weg kwijt. Alles is voorbij. Ik weet het niet. Ik heb veel spijt, maar aan de andere kant, ik kon niet anders, Don Tagliano. Het is heel toevallig dat ik jou hier tegenkom. Ik wist niet eens dat deze winkel van jou was. Maar klopt. Ik wist ook niet eens dat jij het er was. Je hebt er wel een lef om zo in mijn gezichten te komen. Ik wil graag zeggen, dat is uit respect. Want ik kon ook zeggen, ik ben niemand anders. Karel, Piet, Klaas, maakt niet uit. En jij had nooit geweten, maar ik heb juist gezegd, toch? Ik heb juist geprobeerd om... Dingen gedaan. Denk ik. Laat ik hele duidelijke zijn. Normale met zulke mensen zoals jij, die zulke dingen flikken. Die sturen wij je klapperozen. Weet jij wat de klapperozen betekent in onze circuit? Ja, is je roos met klap? Hopelijk? Dat zijn de bommen. Een bom? Een bom. Normaal gesproken, met mensen zoals jij, blaas ik hun hele... Alles wat zij hebben, blaas ik op. Alsjeblieft niet mij opblazen. Maar sorry. Ik ga denk ik ver in of we zijn er met jou. Ik heb gehoord dat achter deze winkel een vechtenclub zit. Ja, klopt. Wilt u zien? Ik denk dat wij daar binnenkort wat mee gaan doen. Jij en de Frankie. Ja, is goed. Wat jij wil. Alles ik doe. Als jij wilt, ik hou de bordjes omhoog voor alles. Ik doe alles. Geef me jouw nummer. Hoe schrijf ik hem Mahmoud? Is M van Mahmoud, is A van Ahmoud, is H van Gemoed, is M van Moed, is U van Oet en D van D. Oké, is goed. Zeg jouw nummer. Wacht even.
doe wel alsof ik kassamedewerker ben, kan ik tenminste nog een beetje gluren. Dus Cor, het is gelukt. Ja? Hoe bedoel je, is gelukt? Oh, we zijn voor nu even veilig. Heb je het met hem opgelost of niet? Ja, soort van opgelost. Hij zegt, jij hebt hier een vechtclub en ik heb wel ideeën over jij tegen, misschien met, ik moet misschien vechten met Frank, ik weet het niet. Liet hij het wel blijken. Ik stond hier gewoon even een beetje mee te luisteren in hoeverre het lukte. En zo liet hij het wel blijken dat jij even een 1 tegen eentje tegen Frank moet doen. Klopt Cor. Maar geef het niet. Maar misschien... Misschien jij moet mij trainen. Ja, ik moet jou trainen? Jij deed het beter dan ik hoor. Klopt, jij was echt slechte klootzak. Ik vond het aan de trainer. Nee. Je weet toch van die ijzeren knokkels? Kan je daar niet... Want we waren toch al naar wapentjes op zoek. Wat nou als je daarmee... gewoon die bokswedstrijd gaat doen? Ja, maar als jij daar komt achter, Don... als je komt Don erachter, is klaar. Ja, maar daar komen ze niet achter. Want die metaaldetector die jij hebt staan... zeg je ook gewoon dat je jezelf daar doorheen hebt gehaald. Dan win je sowieso. Klopt. Maar misschien moet je eerst wachten wat hij wil. Ja, dat is wel een idee. Nou, goed om te horen dat het in ieder geval met de sisser is afgelopen. Ja, klopt. Maar misschien wij... ik heb gevraagd. Wij kunnen ons oude alles aanzetten. Aandoen. Oude outfit. Jij kan weer naar kapper. Dus ik ga even doen als jij het niet erg vindt. Ja, ik ga ook wel even naar de kapper. Hè. Dan kunnen we weer tenminste als vanouds over straat heen. Klopt. Nou goed, ik zou zeggen, hou me op de hoogte van wat er gaat gebeuren met Frank. En als je even wil sparren of oefenen, ja weet je, bel maar. We kunnen altijd oefenen. Ja, klopt. Ik ga even outfit veranderen. En misschien ik spreek jou straks nog om te kijken waar we kunnen wapens regelen of iets. En misschien is het wel een leuke rol van jou om scheidsrechter te zijn bij de wedstrijd. Ja, dat kan wel. Dan moet ik ook even informeren hoe dat allemaal werkt, maar dat komt wel goed. Ja, toch? Ik denk, jij bent wel mooi... Wat dan? Jij geeft misschien mij een klein beetje voordeel. Kijk, daar kunnen we het altijd over hebben. Snap je? Dus komt goed. Wij gaan willen bespreken, maar ik denk, jij bent goed die scheidsrechter. Ja. Nou, als ik me even in die regeltjes inlees, dan komt het wel goed. Is goed. Oké, doen we dat. Cor, ik wil nog één ding zeggen. En dat is... ik ben trots op jou dat jij niet hebt... het klinkt misschien stom, maar dat jij niet te veel net hebt gezegd. Je hebt toch wel... misschien jij dacht, ik moet wat zeggen, maar het is jou toch gelukt. Dus het begon wel te jeuken, hoor. Die gasten begonnen ook onredelijk te zijn met je Je mag ineens even zenuwachtig zitten wezen met z'n bek. Dus ik zat er van, nou weet je, moet je eens luisteren. Maar ik denk, ik wacht het toch maar even af. Eigenlijk wilde ik hem zo'n stoot geven, maar ik dacht, nee, misschien niet. Precies. Maar dat komt later wel, joh. We pakken ze later wel. Is goed, Cor. Ik zie jou straks, ja? Of misschien een andere keer. Maar we bellen wel. Kijken misschien, wij kunnen wapens regelen. Kom goed. Ja. Oké, we spreken elkaar. Dankjewel, hè. Nou ja, goed om te horen dat we in ieder geval ons ding even kunnen doen zonder dat Frank constant in mijn nek zit te hijgen. Onredelijke kuttitaliaan. Kan ik eindelijk ook weer even een zakcentje gaan verdienen, want het hele gelul met de maffia en datgene weer, dat duurt allemaal. En uiteindelijk, wat zit ik ermee te doen? Geen geld te verdienen. Mai! Hey Piet, met Cor spreek je. Hey, ik zag eerder op Twitter dat jij een Mustang voor 10.000 te koop had. Die zou je ongetwijfeld al verkocht hebben. Maar verkoop jij vaker zulke soort, eigenlijk spotgoedkope auto's?
Ja, soms wel. Ik zou je wel op de hoogte houden als ik iets goedkoops heb staan. Ja, want ik heb nu zo'n knalgele blista, maar dat ding is niet vooruit te branden. Dus ik zoek eigenlijk iets snellers. Even snel, want mijn auto is gestolen. Oh, jezus. Ja, het was eigenlijk stom lullen. Dus al heb je iets, dan zie ik het wel op Twitter voorbij komen. Ja. Oké, nou, ik zou je een berichtje sturen dan. Ja, graag. Hey, spreek je. Hey, bedankt. Hoi. Arme man is zijn auto gestolen, joh. Dan ga ik hem even lastig zitten vallen over zijn autootjes in zijn gedoe. Oeh, tyfus. Even rustiger aanrijden. Het zie blijkbaar heel druk. En we rijden weer door. Nou, daar zijn we eindelijk. Liggen motoren op de grond blijkbaar. Heb ik niks mee te maken. Ik zet hem er gewoon buiten. Want dan zet ik hem ertussen. Dan zal je weer zien. Daar gaat geklooi van komen. Oh, laat ik hem wel even op slot doen. Want er zitten wat spulletjes in de kofferbak. Zo, dit appartementje heb ik al even niet meer gezien. Zeker omdat ik zo lang in onderduiken moest. Kleding. Outfit 1. Deze. Ja. Oké, ideetje dat ik niet gelijk met alles gepakt word. Als ik gewoon 50 hier opsla, dan kunnen we met die andere 50 aan de bak gaan. En dan kan ik altijd hier nog terugkeren voor een tweede run, mocht het nodig zijn. Maar het voelt goed mijn oude kloffie weer even aan te doen, hoor. Ja, daar rijdt een Wout. Niks aan de hand. Ja, hallo? Hé, hey, Cor, met Mahmoud. Ja, zeg het eens. Weet je nog dat wij probeerden Mustang te kopen van de Piet? Ja. Ik had hem al eerder gebeld, alleen toen werd hij beroofd. Dus hij had geen tijd of zo. Ja, maar die klotjak, hij had niet eens een Mustang. Hij heeft net iemand opgelicht. Hij heeft hem betaald, maar Piet is gewoon weggegaan. Dus hij zegt tegen mij, ik zou jullie niet oplichten, maar ik heb zo mijn twijfels. Wat denk jij? Hoe bedoel je, je hebt je twijfels? Ik bedoel, ja, die man moet natuurlijk ook gewoon aan zijn centjes komen. Ja, maar luister, jij wilde die Mustang van hem kopen. Dus stel jij willen kopen, jij geeft hem geld. Hij zou gewoon weggaan, met jouw geld waarschijnlijk. Ja, nou, dan is het geluk bij een ongeluk, zou ik zeggen. Of ongeluk bij geluk. Hoe gaat dat spreekwoord? We moeten hem doodmaken. Wat? Nee, is een grapje. Ja, inderdaad, beter dat het een grapje is. Wat slaat dat nou weer op, joh? We kennen Piet toch? Ja, ik weet ook niet, joh, wat gebeurt met mij. Misschien mijn snor, omdat hij is weer lang. Ik word soms boos. Heb je dat Hessie wel goed om? Ja, Hessie is goed om. Ik schrik een beetje van die opmerking van je, Mahmoud. Een beetje gekke opmerking. Ja, gebeurt soms, hè, hoor. Het spijt mij. Oké. Alleen, ik wil wel even een nieuw autootje als het even kan. Gewoon even iets vlotter dan die Blista die ik nu heb. Ja, dan moet je kopen. Ja, daar ben ik inderdaad nu mee bezig. Alleen het geld groeit me niet op de rug, Mahmoud. Ik ben nu al, de zogeheten snoepjes aan het verhandelen. Maar dat gaat ook niet snel. Ik heb iemand gevonden, hij zoekt Piet. Hij betaalt. Hij betaalt? Hoeveel? Weet ik niet, ik ga nog met hem bespreken. Ja, laat ons maar weten. Dan gaan wij uiteindelijk Piet wel even opzoeken. Ja, oké. Ja. Ik laat jou weten. Ja, doe dat. Is goed. Piet snitchen voor wat centen, maar dan ligt er natuurlijk ook weer een beetje aan hoeveel, hè? Jij wilt vast wel. Wat is dit nou weer met auto's over de boulevard heen? Subtiliteit is volgens mij niet jouw sterkste punt, of wel? Wat? Nou ja, je met je Porsche even over de boulevard heen zitten scheuren, sprintend naar mensen toe. Ja, moet wel geld verdienen. Ja, nee, dat snap ik wel, maar subtiliteit kan geen kwaad.
Jij al helemaal met die vrachtwagen. Ik weet niet wat, het, wat de bedoeling hiervan is, maar het, het valt wel op. Ik geef je één tip als je drugs verkoopt. Je ziet toch, als mensen je weigeren, krijgen politie een notificatie. Ja. Bellen ze meestal de politie. Nou, daarom hou ik altijd een voertuig bij de hand. Om snel weg te jagen. Snapte? Je kan ook gewoon in het algemeen niet opvallen, want ze zullen eerder op dat ding letten dan op mij die gewoon een beetje aan het rondlopen is. Maar normaal heb ik een sportvoertuig bij me en dan ben je gewoon kat weg snel. Want ik was al één keer bijna ik, gestapt. Ik hoor sirenes, we snappen elkaar. Goed dat we even laten verspreiden. We nog succes ermee. Dat had me dood kunnen zijn. Dat had me absolute dood kunnen zijn. Ik ga weg hier. Dit is, ik voel me hier gewoon totaal niet prettig bij. Schiet op. Oh kut, ik zag een woud. Schiet op. Excuse yourself, right? Fuck! Oh mijn god. Blijf laag. Kut. Kut. Snel. Kut. Loop dood. Shit. Oh, shit. Gooi het weg. Ik heb niks op zak. Hoe gooi ik het weg? Verwijder. 2. Fuck. Nou, nu is niks aan de hand. Er is helemaal niks aan de hand. Ja? Moet ik oppassen? Ja, ik zag hem al rijden. Ik zit veilig hoor. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, jongen. Die politie reed volledig bij. Ja, ik zag het. Ik ga even lekker subtiel zitten doen. Jij zit hier met de schreeuwerige uitlaten. Ja, godverdomme man. Rij nou maar door, want anders blijft het opvallen. Hup, doorrijden. Is goed. Hard. Ik kan die zakjes denk ik wel weer oppikken. Het waren er maar 2 uiteindelijk nog. Ik zie de wouten, zie ik niet meer. Even kijken, het was dit steegje geloof ik. Kijk, volgens mij, ja, kijk, het ligt er nog. Hey dude, what's going down? Even rustig aan zien te doen. Afgewezen, oh tuurlijk. Oké, we zitten goed. Hey mannen, tot ziens. Oké, hoeveel hebben we? 87,5. Oké. Oké, laten we anders naar huis toe gaan. En vanuit daar kijken we wel even verder. Ja? Hé, meneer. Ik weet niet als u het doorhad, maar er waren bokveel politici hier aan het rondrijden. Alleen waarschuwing voor de volgende keer. Ik zag het inderdaad. Ik was al tussen de steegjes door aan het friemelen. Ja, mijn vriend is nu dus in een achtervolging, Die gast in die Porsche? Ja. Ja, zo subtiel. Was hij dus niet met zijn klote Porsche, hè? Ja, dat zei ik al. Hij was heel agressief aan het rijden en alles. Nou, dan, ik ben net vol aangereden door de politie. Heel lang verhaal met hun. Ik deed een beetje sexy moves en opeens, ja, dit wordt te veel. Gelukkig gingen ze weg, want ik heb gewoon kets veel drugs nog op zaak.
Dus dat is ook een tactiek voor jou later, gewoon sexy moves doen. Ja, 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 ja. En, hey, ander vraagje. waar zou ik dit nu kunnen wassen? Heb jij een adressie? Ja, dat zit ik ook mee. Ik weet dat niet. Oké, nou dan los ik het zelf al op. Dat komt wel goed. Ja, ik weet het ook niet, maar als je me ooit nog ziet en je weet iets, zeg het dan alsjeblieft. Ja, Jan Pieters was het toch? De vrachtwagenchauffeur? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, kom goed. Is goed. Nou, tot de volgende keer. Ja, doe wel voorzichtig. Ja, jij ook. Ja, hallo? Hey, Cor. Prima. Bijna aanvaring met de Wouter, maar niks aan de hand. Hoezo? Misschien goed. Wij proberen eerst een gevecht te regelen. Oké. Heb je al mensen? Ik zeg tegen mensen nu in Twitter, kom, als je vechter bent, kom naar Jordaan, als je maar moet. Oké. Wil dat een beetje? Ja, misschien wel. Ik ben even aan het kijken om te regelen, maar politie zit een beetje achter mij aan. Oh, wat heb je nou weer misdaan? Weet ik niet, joh. Ik ben aan het rijden, maar ik ben wel aan het bellen, dus ik kom naar Jordaan, als je maar moet zo. Ja, ik ben hang op. Ja, oké. Ik weet niet hoe mijn navigatie me wilt hebben, maar dit is wel echt een hele gekke omweg. Of de snelste route zou je misschien beter kunnen zeggen. Gekke putten, zand, heel veel zand. Alleen maar zand. Ja, hallo? Hoe heet jij? Zeggen we niet eerst hallo? Ik zeg hallo. Oh, sorry, dan stonden mijn oorkleppen blijkbaar niet goed open. Cor is de naam. En jullie? Oh, Ari. Hi, Cor. Ja, Tyrone. Oh, ja, ja, Tyrone. Ja, ja, ja. Jouw bekend koppie. Hey, zijn jullie hier ook voor het gevecht, of niet? Wij zijn hier zeker voor het gevecht. Ah, oké. Okay. Zijn jullie zelf, wat is het, deelnemers of toeschouwers of wat? Ja, wat denk je dan? Kijk naar mijn spierballen dan. Ja, ik geloof je, hoor. Ik ben overtuigd. Moet je even kijken, hè? Goed kijken. Ja, prima hoor. Zie ik eruit als een toeschouwer? Ja, weet je, wat je intenties zijn, dat had je ook gewoon in woorden kunnen omschrijven. In plaats van dat ik cynisch moet raden wat je bent. 102! Nee, 103! 104! 105. Nou ja, je ziet er eigenlijk wel 106. Een beetje uit als een toeschouwer, ja. 105! Nou oké, okay, dan weet je, ik zal het zien. Ik ben wel een toeschouwer. Als jij in die ring stapt, dan zie ik het wel. Je moet niet te veel van mij verwachten. Oké, nou dan ga ik al helemaal niet op jou inzetten. Oh, klootzak. Wil het lukken, jongen? Je doet er erg lang over. Ja, politie had mij staande gehouden omdat ik... laat maar, ik ben bijna 5 minuten. Ja, 5 minuten. Er staan hier al heel wat mensen klaar. En ze moeten allemaal op jou wachten. Maak er eens 4 minuten van. Zeker weten? Zijn hoeveel mensen? Jordaanse man moet eens bekend. Ja. Er zijn 3 personen. Sowieso 2 deelnemers. Een of andere raar figuur met rode schoenen. Ja, en ik dan. Oké, Cor, luister. Jij gaat in jouw scheidsrechterrol, ja? Jij bent vanaf nu scheidsrechter. Wij vragen ze geld. Laat mij weer doen. Wij vragen ze geld. Ja, maar... Godvergloeiende. Hij is er met een paar minuutjes. Ik hoef niet te Hey, maar... waar gaan we vechten? En het moet natuurlijk wel eerlijk blijven. Hoe wordt dat geregeld? Hallo iedereen. Hallo. Hey! Jij bent die man die precies chirurgie ging nemen. Ja, zeker. Maar dit is mijn vechtclub, ja. Hè. Dus hier zijn mijn regels. Oké, maar ik wil 1 ding zeggen. Je weet nog dat we het over jouw 4e vrouw hadden gehad? Klopt. Ja, ik wil toch even zeggen dat het spijt me, ja? Want ik denk toch, ik ken jou niet helemaal, maar... Ik weet eigenlijk niet waarom ik zo praat. Maar ik wil toch even sorry zeggen. Serieus, normaal, Mahmoud accepteert niet, maar ik vind het mooi dat jij dat hebt gezegd. Dus handje erop en we vergeten, ja? Ja, dankjewel. Ik ook sorry dat jij dat ik niet goede dingen heb gezegd. Ja, voor mijn schaamlippen. Ja, sorry. Oké, is goed. Oké. Hoezo jij praat opeens zoals mij? Jij bent donkere man. Praat als donkere man. Sorry, is geen niet racist. Kom.
Is goed, ik volg. Ja, ik heb meerdere persoonlijkheden. Dus stoornis. Oh. Oké. Okay. Hey, je hebt spin op jouw voet. Nee, niet jij. Jij. Ja, hij is aan de bellen. Hij hoort je niet. Hij heeft spin. Jij hebt spin. Waarom heeft iedereen ineens een spin? Wat gaan we doen? Ga eens van mijn auto af, Klootzak. Ja, ik flip hem. Ja. Rustig aan, jongens. Wacht eventjes, iedereen hier. Ik wil vragen, geen metaal of voorwerp bij je, want deze is metaaldetector. Als jij doorheen gaat, hij gaat piepen. Jij? Wacht. Kom terug. Kom maar, snel. Piep! Terug. Oh ja, trouwens. Wat is gebeurd? Laat maar zien. Wat heb jij? Wat heb jij? Mahmoud, weet je waar Cor is? Sorry, wat? Wat heb jij? Beetje respect, hè, Klootzak? Cor. Ja? Ja, nee, respect. Beetje respect, kutwijf. Ja, ik heb dus net, ik heb net wat snoepjes gehaald. Maar ik zag dus de tweet van Mahmoud. De snoepjes zijn al verpakt. Maar aangezien ik er zo meteen ga vechten, is het natuurlijk niet veilig. Dus ik denk, misschien kan je het bijhouden. Als ik sterf, mag, kan je het houden. Heb je niet iets van een kofferbak of zo waar je het in kan plaatsen? Nou, ik ben met mijn motortje, maar. En ook geen zijtassen, dat gaat allemaal niet? Nee. Ja, want stel nou, kijk, dat de wouten komen hierbij, dan heb ik jouw snoepjes op zak en dan ben ik de lul. Ja, ik begrijp. Ja, jouw keuze. Als je niet wilt, dan is het prima. Ja, hoeveel zijn het er? Ja, 50. Oké, die kan ik wel even in mijn kofferbak kwijt. Is helemaal goed. Nee. Kijk, geef ze. Ik ben jouw naam even vergeten. Wat gebeurt hier? Ja, ik moet wat voor hem opbergen. Jij komt ook vechten, toch? Ik denk jij bent een goede vechter. Oké, kom jij ook binnen. Jij hebt geen metaal voorwerp? Geen enkele metaal voorwerp. Oké, kom maar. Even fouilleren moet ik. Kom maar eerst, even kijken of piept. Loop maar, nee. Ja, is goed. Handen omhoog. Ja, oké. Goed. Ja, oké, kom maar. Wacht even. Cor, kom maar ook. Maar jij komt maar binnen. Piep! Wacht. Dan ga je terug. Ik zie het in zijn zak. Achterzak. Cor, ja, Klootzak, heb jij die metalen dildo weer mee? Nee, je zit weer te geinen. Je zit dat ding te saboteren, hè? Klootzak, nee, kom maar, je weet waarom ik hier ben. Wacht even, wij hebben één kijker. Cor, luister. Ik laat jou die kijker afhandelen met. Hij wil ticket kopen, dan zie jij wel hoe wij geld gaan verdienen. Ga maar even. Ja, nee, maar hoeveel wil je voor een ticket hebben dan? Ja, 200 normaal en 500 is VIP, zeg maar. Kijk dan, okay, ik laat jou zien. Mijn eerste inkomsten, ik geef aan jou, hè? Dat laat alvast zien. Even terug, ik heb je niet gecheckt bij de metaaldetector. Nou, even er weer uit. En dan weer in. Ja. Ja, kom maar. Oké, dat gaat goed. Hey, luister. Kaartje. Je hebt geen kaartje nog. Wat wil je? 200 voor een normaal kaartje, 500 voor een VIP kaartje. 500 voor VIP. Ja, oké. Geef maar door. Ja. Zodra ik 500 in mijn... Kijk, dat is lekker. Luister. Loop even mee, dan laat ik je de plekken zien. Is goed. Dit dak hier zijn de 500 euro VIP plekken. Dus vanaf hier heb je mooi zicht over de arena heen. Ik zou zeggen, maak er volop gebruik van. Voor mijn part mag je in en uit lopen wanneer je wil gedurende het gehele evenement. En geniet ervan. Dankjewel. Even. Cor, dit is de hoogste VIP, maar hij mocht bij die tafel daar beter.
Ja, nee, dan moet jij eens even duidelijk tegen mij zijn. Maar anders, anders laten we het even voor dit evenement zo. En dan, weet je, dan een andere keer is het weer anders. Oké, is goed. Want anders moet ik die jongen ten eens ook ontnemen. Dat is ook weer zoiets. Hoeveel heeft hij betaald? 500? 500. Is goed. Misschien hij wil weddenschap maken. Wacht, ik ga ook bij hem even wat doen. Ja, ik kom maar aan. Doe jij alvast even de jongens naar de ring. En dan ik kom eraan en dan jij leg er regels uit. Maar wacht even op mij. Oké, jongens, even met mij meelopen. On the my way. Oeh. Oké, even kijken. Oh, jij net, wat is het? Jamaicaanse shirt. Wat was jouw naam ook alweer? Ari. Ari, oké. Okay. Ari, jij blijft in deze hoek. Tyrone, jij gaat in die andere hoek. Als je nog even wat voorbereiding wilt doen, mag dat nu. Oké, okay, jongens, welkom bij allereerste gevecht bij de Jordaanse Mammoet. Jullie zijn de allereerste. Jouw naam is? Ari. En jouw naam is? Tyrone the Best. Oké, okay, luister, dit is Cor. Hij is vandaag de scheidsrechter. Hij gaat jullie introduceren. Jij bent de rode hoek. Jij bent blauwe hoek. Dus hij is Ari. Hij is Tyrone. Cor, aan jou is de vraag om dus even een mooie introductie. En even dan naar de midden halen. Dan jij zegt de regels, zo snel. Je weet wel, zoals net bokswedstrijd. Handschoen aanraken, al die dingen. En dan, zij gaan allebei naar de hoek. En dan wij, ik hou de tijd bij. Maar eigenlijk is eigenlijk totdat iemand gaat neer. Ja, kom goed. Oké, okay, ik ga hier staan, wacht. Oh ja, Cor. Let op dat we jou niet slaan, dus op afstand graag. Ja, kom goed. En anders moet je gewoon op je fikken letten. Ja. Dames en heren, welkom bij de eerste Jordaanse Mammoet Vechtclub wedstrijd. Vandaag hebben wij twee capabele vechters in de hoeken. In de blauwe hoek hebben wij met het Jamaicaanse shirt. Hij is van ijzer, hij is meedogenloos. Het is Ari. Mooi. En in de rode hoek hebben wij de uitdager, Tyrone. Ik heb hem al eens een keer eerder gezien. Hij is helemaal wild. Je wilt niet eigenlijk dat hij jouw schoonzoon is. Tyrone! Yeah! Mooi, ik ben heel blij. Oké, mannen, even hier in het midden aansluiten. Lekker, man. Oké, luister jongens, we gaan geen viezigheid doen. We gaan niet bijten, we gaan niet krabben. We gaan gewoon een mooi gevecht Zuiver. Hebben. Klappen komen op elkaar. De eerste die neer is, verliest. En de winnaar die gaat er uiteindelijk door, vandoor met de roem en alle glorie. Is dat duidelijk? Alright! Yeah. Is er ook ambulance of dan niet? Dat komt wel goed. Ja, klopt. Wij zijn... Komt goed. Wij bellen ambulance. Oké, jongens. Terug jullie hoek in en ik zal het startsignaal geven. Volgens mij Tyrone heeft spin op voet. Nee, wacht. Een beetje respect, kom. Volgens mij heeft Tyrone spin op voet. Je moet even letten op die spin op je voet. Oké, ga je hoek maar weer in. Oké. Succes jongens, dit is mooi. We beginnen in 3. Wacht. Als die kan, mag, moet een klein beetje naar achter. Hoezo? Ja, oké, nee, geen probleem, sorry. Jullie regels. Oké. Jullie beginnen. Wacht, wat nou? Ja. Ben ik nou de scheidsrechter of ben jij het? Is goed, sorry, Cor. Ja, kan ie? Oké, in 3, 2, 1, begin! Ga maar hoor, oké. Oh! Yo, jeetje! Zo, dat was een hele snelle! Zo! Dit... De heer is neer! Nou, dat lijkt me een hele duidelijke winst voor de ijzeren Ari. Mooi hoor, mooi gedaan jongens, mooi gedaan! Oké, we moeten snel een ambulance bellen. Godverdomme, dit ging snel. Ja, misschien hadden we er al inderdaad eentje praat moeten staan. Dat ging iets te snel. Klopt, wij leren ook van deze gevechten. Ja, het is wel mooi gedaan, jongens. Want jullie hebben wel gewoon even... Jullie zijn pioniers.
ik heb bericht gestuurd. Ik ga denk ik even BAV-cursus doen, zodat... Oh wacht, jij krijgt natuurlijk geld, hè? Ja, jij hebt ingezet. Kan je niet even het vuilnis oprapen daar? Hoezo jij zeggen tegen mij, wil je vuilnis oprapen? Ik zie, jij hebt vuilnis, hè, Sjaan. Daar is vuilnis op de grond, daar. Woe! Hey joh, wat gebeurt hier nou? Hey! Jij praat met respect, hè? Vanaf nu, Mahmoud, maak geen grapjes meer, Klotjak. Jij praat vanaf nu met respect. Hey, ik heb je verslagen zonder je aan te raken. Hou je bek, joh. Goed wijf. Blijf liggen, jij. God. Ik zeg toch, daar woont die Mazda. Ik krijg een beetje... Blijf liggen. Oh, jongen, dankjewel. Oh, Cor, voelt lekker. Hey, niet te dichtbij, Cor. Je weet wat er gebeurt. Ja, ik weet het. Sorry, wat zei je? Ze zijn allebei knock-out. Ja, dat was... Eentje was wel de bedoeling, de andere niet zozeer. Maar ja, dat krijg je een beetje als je met Mammoet gaat zitten klooien. Die gaat dan mappen. Ja. Als je hem uitgescholden voor klootzakken of zo, dan ben je eraan. Ja, nee, dat doet hij vaker, weet je. Niks aan de hand. Ik ga even de ambulance opwachten. Ben je zo terug? Is goed. Ik moet er vandoor. Oh ja, doe je ding. Jezus, wat gebeurt hier nou weer? Hey, goed dat je er bent. Het is hier binnen. Hand omhoog. Achteruit. Hoezo hand omhoog? Hand omhoog. Achteruit nu. Achteruit. Wat is er gebeurd? Achteruit. Wat is er gebeurd hier, joh? Jongens, kijk even naar binnen. Er liggen hier mensen op de grond. Daar blijven, meneer. Hey, luister even. Ik wil geen scheld worden, maar ik heb gewoon een vergoeding hiervoor. We gaan het even bekijken, meneer. Ja, is goed. Vraag hem maar aan Klaas van gemeente. Ik heb vergoeding hiervoor. Ik doe wel mijn hand op de muur, maar... Ja, hou handen maar even op de muur. Richting muur. Ja, is goed. Maar jij weet het wel, ik ga jou aanklagen. Hè? Is geen probleem. Komt goed, meneer. We komen het hier alleen even checken. Ja, tuurlijk. We hebben informatie gekregen dat we het even moeten bekijken hier. Meer doen we niet. Ja. Wat heb je dan voor informatie gekregen? Dat mag ik helaas niet delen, meneer. Ah, je weet wel dat dit brengt schade aan mijn bedrijf, hè? Dus dat jij wel even weet. Weet je wat? Ik ga niet eens handen omlaag doen. Het is klaar. Ik heb niks fout gedaan. Nee, dit is mijn bedrijf en dit is mijn terrein. Maakt mij niet uit. Echt niet. Dit is mijn bedrijf en mijn terrein. Jij kan wel mij onder schot houden, maar... Ik ben klaar met jullie gezeik. Nou, gewoon nog even je handjes omhoog, voordat je straks een taser in je nek hebt. Nee, ik doe niks. Ik doe niks fout. Ik sta op dezelfde plek. Wie is dat, Cor? Wat? Die man met de vuilnispakkie. Daar mag je zo direct aan hem zelf vragen. Dat vechtpartij georganiseerd is. Oké. Heb jij hier een vergunning voor? Ik heb hier een vergunning voor. Vraag hem maar aan Klaas. Oké, heb jij ook een schriftelijk bewijs van die vergunning? Ja. Zou je die even voor ons kunnen halen? Ja, is goed, kom. Ja, loop jij even mee. Hey. Kijk, daar zijn ze weer. Als ik jou was... Ja. Nou, dankjewel, joh. Dankjewel, wat gruw. Ik stel voor dat je gauw hier vandoor gaat. Het was een mooi gevecht, maar er is hier wat meer aan de hand, blijkbaar weer. Dus ik zou hier niet te lang blijven hangen als ik jou was. Nee, dan schrok je de hand. Misschien zie je later, misschien niet. Ja, we zien het wel, joh. Kom goed. Nou, tot ziens. Yo. Oh, wat doet hij? Je hebt spin. Weer, Hij was naar binnen aan het sprinten, joh. Heb jij al, je hebt al geïncasseerd, toch, van Mammoet? De flappen? Ja. Ja, oké.
Dan is het misschien een idee dat je hier vandoor gaat voor dat hele gedoe met getuigen en zus en zo. Dus mocht er weer iets plaatsvinden, dan hoor je het wel op Twitter. Ja, maar misschien mag Moet mij zijn nummer geven voor volgende keer, vechtpartijtje. Nou, weet je, dan moet je gewoon aanwezig zijn en dan op Twitter wordt het wel weer vermeld. Dus houd dat gewoon in de gaten. Nou ja, maar dat zie ik niet altijd, hè? Dat kan, maar daarom moet je het ook in de gaten houden. Als ik het zie, kom ik weer. Yes. Fijne dag, hè? Jo. Eigenaardig allemaal dit, meneer. Wat zei je, meneer? Sorry? Ja, een beetje eigenaardig. Ik bedoel, we belden voor een ambulance en komen uiteindelijk twee agenten met getrokken pistolen naar voren. Ja, we schrikken ons een ongeluk, joh. Ja, sorry meneer, we kregen een melding. We kregen informatie dat hier iets aan de hand was, dus we moesten hier op af. Ja, al krijg je een melding. Bij de way, tasers. Oh, tasers. Ja, nee, geen pistolen. Ik zie het verschil een beetje slecht. Zijn beide indrukwekkend. Geen probleem, meneer. Uiteraard, ik begrijp het. Sorry meneer, ik moet verder. Ik wens u nog een fijne dag. Yes, doe je ding. Alsjeblieft. Hier heb jij de kopie van de vergunning. Je hangen deze op in het politiebureau met grote letters. Ja, Mahmoud, zijn vechtclub is goed. Als jij die ophangt, volgende keer jij of collega komt, ik klag jullie aan 100.000. Klaar. Dank je. Ja, ik zal deze op het bureau ook even een aantal extra kopieën maken. Dat we dit in elk voertuig neerleggen. Dat we dat gelijk weten dat dit gewoon een legale vechtclub is. Dank u wel. Dan wens ik jullie verder een fijne dag. Ik snap, jij moet ook werken doen. Ik begrijp. Sam, maar jij begrijpt mij ook, toch? Hopelijk. Ja, hopelijk zien we elkaar de volgende keer onder betere omstandigheden. Oké. Dank u wel. Ik wens jullie beiden een fijne dag. Dank u wel. Ja, fijne dag. Tot de volgende keer. Godverdomme, Cor. Altijd geboord. Ja, wat was dit gelul nou? Ik dacht dat jij het papierwerk in orde had. Ja, ik heb in orde. Ik heb ze kopie gegeven van vergoeding, nu. Ja, maar waarom krijgen ze dan überhaupt een melding? Dan is er toch iets fout gegaan. Ja, ik hoor vijanden in de stad, hè. Als zij zien wij hebben goede business, dan zij willen ons naar beneden halen. Ja. Hey, je hebt trouwens een klant bij de balie. Ik weet niet of hij wat van je wil. Ik weet niet. Even kijken. Is iedereen weg? Ja, ik heb ze allemaal erop uitgestuurd. Hey Cor. Ja? Wat gebeurde er net? De Wouter kreeg een of andere melding en toen kwamen ze. En het was uiteindelijk gewoon dat zij hun papierwerk niet in orde hadden. Want dat hadden we hier uiteindelijk gewoon liggen. Dus niks aan de hand. Oké. Kan je ons misschien niet een ritje naar de stad brengen of zo? Want mijn auto's doen, hè? Wat, jullie beiden? Niet hoe? Ja. Oei, dat is ongemakkelijk. Hallo jongens. Want in mijn auto ook, past dat niet. Wie bent? Wat voor? Wie bent u, meneer? Dit is Mark. Ik ben de eigenaar van hier, klootzak. Pardon? Oh, dat zegt hij altijd. Ja. Niet gelijk stoer doen, hè, skaterboy. Rustig aan. Hé, hey, maar deze mannen wilden een lift terug naar de stad. Alleen dat past niet in mijn auto. Dus ik denk dat jij dat dan even moet doen. En dan moet je gewoon een beetje taximentaliteit hebben. Ja, is goed. Jongens, kom maar. Hoe wil je geld mee? Zaak. Wil je 300 euro? Hoeveel heb jij? 58. Oké, nou toevallig er zit een bank in mijn winkel, dus pin maar lekker 1000 per persoon, dan ik breng jullie. Ja, nee, daar heb ik geen geld voor. Oké, dan lekker lopen jongens, fijne dag. Fijne dag. Oh. Oké, 500 is ook goed. Deal. Allemaal. Zo doe jij, Cor. Ja, nee, ik snap het wel, alleen ik heb er niet de juiste auto voor, dat past niet. Ja, ik snap. Ben je nou al een beetje capabel met het wassen of weten we het nog steeds niet? Nee. Wasje is niet, niet gelukt. Klote zooi. Nou ja, jij hebt een ritje voor de boeg. Smeerlap. Jij zegt een smeerlap? Oké, is goed. Geen probleem.
Jij gaat naar mijn winkel en jij betaalt smeerlapbelasting. €250, anders ik breng jou niet. Wat is dit? En noemde mij klotjak. Nee, graag of niet? Oké, dan tot de volgende keer, jongens. Fijne avond. En mijn €500? Die is voor mijn verdoen van mijn tijd. Jij haalt nu 250 extra of ik breng jou niet? Ja, ik heb geen €250 meer. Ik heb maar 50 op de bank. Haal maar 50. Oh. 500. Tenzij jij wil ook smeerlapbelasting. Ik denk dat je een nieuwe passie hebt gevonden. Tuurlijk, Cor. Misschien wij moeten hier een feestje geven vandaag. Wat denk jij? Ja, dat kan. Of niet? Of één gevecht, een beetje mensen. Even kijken of mensen willen hier vinden. Ja, ja, maar dat hadden we net gedaan, toch? Toen liep het een beetje uit de hand. Ja, maar dan wij doen opnieuw. Ja, weet je, ik begin ook een beetje moe te worden, dus ik weet niet hoe dat... daar wordt niet echt rekening mee gehouden. Hallo. Jij moe, klootzak. Ik hoor jij slaapt bij 5 uur 's nachts. Je zit gewoon te liegen. Ik kom zo terug of ben jij al aan het slapen? Ik denk dat ik ga tukken. Dus dan rij ik even naar mijn appartementje en dan, ja, dan zien we het wel, joh. Bel anders maar als je iets dringends hebt. Is goed, Cor. Dankjewel. Kom even hier, jongen. Dan spreken we elkaar nog. Ja. Hey. Was een mooie dag, hè, vandaag. Het was een veelzijdige dag, laten we daarop houden. Klopt, maar goed om jou weer te zien. Je wordt aangereden door de politie wel, ja. Ja. Hey, mannen, fijne avond. Later. You, fijne avond. Hey, luister.